De reden dat we u toch gevraagd hebben om deze persconferentie te beleggen en om deze bij te wonen, heeft te maken met het feit dat het goed is om u bij te maken tot de laatste stand van zaken. Het onderzoek is nog niet gestart. Dat heeft te maken met allerlei instanties, bijvoorbeeld rechtercommissaris die zich hier actief mee bezighoudt. En als het goed is, dan moet er ongeveer op dit moment het eerste onderzoek van Defensie gaan plaatsvinden. Maar dan kom ik dadelijk aan het eind van mijn verhaal, kom ik daar wel aan toe. Rond 10 oktober miste een buurvrouw een buurman. Die woonde aan de Bijsterveld 39, had al een paar dagen haar buurman niet gezien, heeft de politie gebeld. De politie is komen kijken en troffen daar een dode 65-jarige man aan. De lijkschouwer is erbij geweest en die heeft geconstateerd dat er sprake was van een natuurlijke dood. Dan houdt het voor de politie op, maar de politie zag wel een aantal stoffen in de flat, chemische stoffen. En die hebben ze voor nader onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Gisteravond, donderdag 17 oktober, ontving de brandweer van Almere van een broer van de overledene een brief. Die was geschreven door de overleden man. En in die brief legde hij uit dat in de kelderbox van het appartement een aantal zeer zware, giftige stoffen aanwezig waren. U moet weten dat de man als hobby had het verzamelen van chemicaliën. Hij heeft dus uitgelegd dat in die kelderbox een kluis was en dat in die kluis zeer gevaarlijke stoffen aanwezig waren. En hij vroeg zijn boer om daar voorzichtig mee om te gaan. De brandweer van Almere heeft gelijk contact opgenomen met de brandweer van Gelderland Midden. En daar heeft de politie samen met de brandweer geconstateerd dat hetgeen wat de broer beschreef in zijn brief ook daadwerkelijk klopte met hetgeen wat zij in die kelderbox aantroffen. Het was erg laat toen ik daarover ben geïnformeerd en ook de andere leidinggevenden over zijn geïnformeerd. En zij kwamen tot de conclusie dat er sprake was van een stabiele situatie. Een situatie die zich waarschijnlijk al jarenlang had voorgedaan in die kelder. En u wil niet weten wat er allemaal moet gebeuren op het moment dat er sprake is van dit soort stoffen. En het werd raadzaam geacht om de volgende dag alle instanties die hierbij betrokken zijn, om die rondom de tafel te zetten om te kijken van wat gaan we nu doen met deze situatie. En vanaf vanmorgen vroeg zijn er alle instanties bij elkaar geweest om zich te beraden. En het begint natuurlijk van wie is de instantie die moet gaan controleren of het daar veilig genoeg is om het spul te gaan vervoeren. Dan moet het worden ingepakt, dan moet het worden vervoerd. Waar gaat het dan naartoe? En ik geloof dat zo'n beetje alle mensen die hierbij betrokken zijn, zowel in Den Haag als in de provincie, als hier in Ede, zijn geraadpleegd. En we hebben ook geprobeerd om zo snel mogelijk, op het moment dat je een strategie hebt, om zo snel mogelijk dan die strategie in het belang van de bewoners dan ook uit te gaan voeren. Dat is de reden dat wij rond een uur of kwart over zes vanavond de bevolking hebben geïnformeerd rondom de Bijsterveld. We hebben ongeveer 100 mensen gevraagd om hun woningen te verlaten, 50 woningen aan de Bijsterveld en in de omgeving. En vanaf dat moment bent u ook geïnformeerd over de situatie in Ede. Op dit moment is Defensie aan het meten of er stoffen zijn vrijgekomen. Dat is haast uit te sluiten, omdat de politieagent en de brandweerman die daar gisteren zijn naar binnen gegaan, nog blaken van gezondheid rondlopen. En dat is echt niet het geval als er inderdaad sprake is van mosterdgas, als er gas van zijn vrijgekomen. Het is alleen maar om uit te sluiten dat het niet het geval is, ook om de bevolking die daar woont tot rust te stellen. Daarna is de bedoeling dat ze toch ook nog op andere plekken in de woning nog eens dit soort onderzoeken gaan doen. Als dat is veiliggesteld, dan gaat de hele operatie beginnen zoals ik jullie net beschreven heb, zodat die goederen zo snel en veilig mogelijk kunnen worden vervoerd naar plekken waar het veiliger is als op dit moment in de wijk. Ik schat zelf in dat de bewoners van de woningen deze nacht niet in een eigen huis kunnen doorbrengen.
Dat we waarschijnlijk morgen pas in de situatie bent dat mensen weer veilig naar hun eigen huis terug kunnen gaan. Tot zover deze mededeling. Dankjewel, burgemeester. Dan kijk ik even om me heen waar de eerste vraag vandaan kan komen. Ga je gang. Als het RTL Nieuws, in hoeverre is het zeker dat er sprake is van mosterdgas? Dat heeft betrokkenen zeer uitvoerig in zijn brief beschreven. Naast mosterdgas zijn er dan ook nog twee andere soorten gassen die hij beschrijft, waarvan ik de namen niet kan opnoemen, omdat die heel ingewikkeld zijn. Maar die zijn vergelijkbaar met mosterdgas. En dan praat je echt over hele zware vergiftigende gassen. Heeft u enig idee hoe hij daar aan gekomen? Dat is nou iets wat de politie nadrukkelijk gaat onderzoeken. Dat is ook de reden waarom het Openbaar Ministerie de Forensische Dienst in heeft geschakeld, om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen, zodat we ook kunnen achterhalen van hoe kan het nou dat deze gevaarlijke stof in de handen van een particulier kan komen. En nog één vraag. U zei net dat er gisteren was uitgegaan van een stabiele situatie, omdat die stoffen daar al heel lang hebben gelegen in die kelderbox. Maar was het gezien de gevaarlijkheid, het risico, toch niet slimmer geweest om meteen gisteravond dat te onderhouden? Ja, dat hebben we vanmorgen nadrukkelijk ook met de specialisten van Defensie gehad. En die achten het eigenlijk uitgesloten dat die stoffen zouden zijn vrijgekomen. Dat heeft ook te maken met de gezondheidstoestand van eigenlijk heel die bewoners in die flat. En ook met te maken dat de mensen die het daadwerkelijk hebben aangetroffen gisteren, daadwerkelijk ook niks mankeerden. En daarvoor gaan we er eigenlijk uit dat de situatie dusdanig is dat die stoffen niet zouden worden aangetroffen. Maar we doen het ook preventief om de mensen ook daadwerkelijk een stuk zekerheid te geven dat ze niet vrij zijn gekomen. En zijn die stoffen opgeslagen in een fles of in containers? Of is daar ook sprake van bijvoorbeeld een oude bom uit de Eerste Wereldoorlog of zoiets? Ja, dan ga je al ver. Dat moeten de specialisten maar proberen te herleiden. Waar komt het nu vandaan? Wat ik op foto's heb gezien, dat is dat er een kluis is waarin een paar dozen staan. En in die dozen zouden dan die stoffen moeten zijn. Maar gelukkig zijn ze gisteren zo verstandig geweest om het even te laten bij de waarneming dat in die kluis dozen zijn. En ze hebben de dozen niet opengemaakt. Hoe gevaarlijk is de situatie op dit moment? Nou ja, de situatie is dusdanig dat het op dit moment veilig is. Het is al jaren veilig geweest. Dat is ook de reden dat ze hebben gezegd dat hier sprake van een stabiele organisatie, situatie. Het gevaar gaat ontstaan op het moment dat je ermee gaat bewegen. En dan ontstaat de situatie dat je dat met zeer veel omzichtigheid moet doen. En dat kunnen alleen maar specialisten doen. En gelukkig hebben wij die. En die werken bij Defensie. En die zijn zeker voor deze klus zijn ze berekend. Maar je wil alle risico's uitsluiten. Stel je dat er wat gaat gebeuren. Ja, dan is er nu een cirkel gemaakt. Die wij veilig achten. Dat als er geen mensen in die cirkel zijn. Dan gaan we ervan uit dat op het moment dat de specialisten de zaak hebben beschouwd. En ze hebben de zaak ingepakt op de manier zoals dat moet. Dat het dan ook op een veilige manier kan worden vervoerd. Nog even voor de duidelijkheid, hoe lang gaat dit proces nog duren dat ze het eruit kunnen halen? Ja, nou, als je met ze praat, dan zeggen ze, maar dat zeggen al die defensiemedewerkers, die ken ik een beetje. Dit gaan we voor de klare burgemeester. En dat hoeft geen kwestie van uren te zijn. Ik ben in de loop der tijd als bestuurder wat voorzichtiger geworden, dus ik hou er echt rekening dat ze daar, met name ook omdat het forensisch onderzoek ook moet plaatsvinden, dat toch nog wel een aantal uren zal duren voor daadwerkelijk. We zover kunnen zijn dat we die spullen kunnen inpakken en zo snel mogelijk kunnen vervoeren. Ja, ik had ook nog een vraag. Hoe zeker bent u ervan dat deze meneer niet op andere plaatsen ook nog dit soort stoffen heeft opgeslagen? Mevrouw, in deze bizarre situatie ben ik sinds vannacht betrokken geraakt. En ik heb misschien wel meer vragen als u, maar het lijkt me verstandig om de mensen die dat gaan onderzoeken, dat werk vooral te laten doen. Heeft u daar iets over geschreven misschien? Hij heeft zich alleen beperkt tot waar hij mee bezig is geweest en wat hij in de kelder had liggen. U zegt het was een natuurlijke doodsoorzaak, maar toch had hij die op de post gedaan. Ja, maar dan komt u ook weer zover dat ik, begint van mij op het moment dat er sprake was van die brief, dat was gisteravond. Op welke wijze hij die brief heeft verzonden, hoe die bij die broer is terechtgekomen. Ik denk dat daar de politie ook nadrukkelijk onderzoek naar zal doen om te bekijken, om precies achter te halen hoe kan het nou dat die brief pas gisteravond boven tafel komt. Hoe kwam hij aan mosterdgas?
Ja, dat heeft een collega van u ook al gevraagd. Ja, sorry, ik moest even naar buiten van 10 uur vanavond. Ja, dat is iets waarom ook de rechtercommissaris leiding heeft genomen in het onderzoek. Om precies te achterhalen, hoe kan het nou dat een particulier dit stof in de kelderbox kan opbergen? Dat is te bizar voor woorden natuurlijk. Deze meneer was 65 jaar oud. Ja. Mogen we daaruit concluderen dat hij geen les meer had, dat hij niet actief was als leraar? Hij was zover ik heb begrepen, was hij met pensioen. Hartelijk dank. Oké. Lokale omroep. Er zijn 110 mensen geëvacueerd. Hoe is het met die mensen op dit moment? Ik ben in het wijkcentrum De Velden geweest. Ik heb met nogal wat mensen gesproken. Die zijn echt heel boos. Niet op de gemeente, maar met name op die manier, ze hebben zelf het gevoel dat ze een aantal jaren op een tijdbom hebben geleefd. En daar zijn ze heel erg boos over. En dan is het goed dat je daar met hun over kan praten. En ze zijn ook heel blij dat we alle instanties het zo serieus nemen om zo snel mogelijk dit probleem op te lossen. Ze kunnen vannacht niet naar huis. Waar gaan de meesten verblijven? We hebben gelukkig in Ede voldoende hotels. En er zijn ook voorzieningen voor dat ze in een van de kamers van de hotels kunnen gaan slapen vannacht.